Lieve mensen, daar zijn we weer bij Ovidius, een autobiografie uit het Tristia, boek 4, gedicht nummer 10, regel 85 tot 90 ditmaal. Zijn ouders zijn gestorven, maar hij is blij dat ze zijn ondergang, zijn verbanning beter gezegd, niet hebben meegemaakt. Maar goed, dan nu even iets verder over die verbanning. Wat zegt hij daarover? Si tamen extinctis aliquid nisi nomina restant et cracilis structos effugit umbra rogos. Oké, dan wil hij iets melden. Het is een voorwaarde. Als dit en dat, dan heb ik dit en dat en dat te melden. Althans, hij komt nog een tweede voorwaarde. En dan komt hier wat hij echt te melden heeft in 89 tot 90. Als echter voor de doden iets behalve hun namen overblijven. Ja, interessant hè. Iets is eigenlijk onderwerp. Maar het wordt toch meervoud hier, omdat er iets behalve hun namen, en dan zeg je niet overblijft, maar overblijvend, wat grammaticaal natuurlijk niet helemaal correct is, maar dat de meervoud wordt hierdoor veroorzaakt. Wat is hier aan de hand? Extinctis is een PPP van extinguere, dat betekent uitblussen of uitdoven. Hier is dus uitgedoofd, hier is zelfstandig gebruikt, uit de uitgedoofden, de uitgeblusten, en dat bedoelt hiermee de gestorvenen. Maar dat is dus eigenlijk een soort van metaforisch gebruik van dit woord. Bovendien is het zelfstandig gebruikt participium perfect en passief, PPP. Zoals er voor de doden eigenlijk dus iets overblijft behalve hun namen, nisi betekent hier dus behalve, en als, moet je er weer bij denken, en als de gracilis umbra, het congrueert met elkaar, nou moet die zijn vast vrouwelijk, en als de ijle schim, de structos rogos, congrueert ook, de opgeworpen of opgebouwde brandstapels ontvlucht, let op, als één mens wordt verbrand op een brandstapel, dan is het dus ook maar één brandstapel en één schim. Nou, het klopt dat het één schim is, maar het zijn hier meerdere brandstapels genoemd. Zou je poëtisch meervoud kunnen noemen? Of dit bedoelt hij hiermee dat, he, dat het juist eigenlijk, dat bedoelt hij eigenlijk meervoud mee? Dat kunnen we niet helemaal zeker weten. Dus bedoelt hij dus mee, als je als op de brandstapel wordt gelegd, dan verbrandt uiteraard je lichaam. Over het schim kun je dat niet zeker weten, want je kan het niet zien. Maar hij gaat er even vanuit. Stel dat, he, als tenminste, die schim dan weg ontkomt aan die brandstapel, dus die blijft leven. En die gaat inderdaad naar de onderwereld. Dat bedoelt hij. Allerlei hyperbata, twee door elkaar. Eigenlijk ook, denk ik, om een beetje de, het ontvluchten van die schim en die brandstapels. En dat, om dat te weergeven. En natuurlijk een hele, ja, hele toestand uiteraard. Hè. Als iets verbrand wordt, een lichaam verbrand wordt. Dan kan je dus een beetje van in de war raken. En dat zie je ook wel een beetje in die woorden terug. Althans, dat is mijn interpretatie. Goed, een tweede voorwaarde. Oké, stel, er is een, hier de eerste was dus, hè, de schim blijft over. Niet alleen de naam blijft over, maar ook de schim blijft over. Die gaat naar de onderwereld. En dan zegt hij, fama, de reputatie, parentales umbrae, ouderlijke schimmen. Die spreekt hij aan, dit is vocatives, hè, parentales umbrae. Schimmen van mijn ouders. Dus hij praat dus nu tegen zijn gestorven ouders. Si mea vos contigit. Als de mijne jullie bereikt, aanraakt, letterlijk hier bereikt. En de mijne bedoelt hij dus mee wat hij hier eerst zei. Fama, de reputatie. Maar dat staat helemaal vooraan, omdat dat aandacht krijgt. Dat ik echt focus. De reputatie. Ouderlijke. Als jullie de mijne bereikt, schimmen. Nou, dat is natuurlijk ook weer met die mooie hyperbata om de afstand tussen hem en zijn ouders, denk ik, te illustreren. Hoe dan ook, dus als ze beide in de onderwereld, waar zijn ouderlijke schimmen, de schimmen van zijn ouders, nu verblijven, als dat tenminste zo is, heeft hij hier gezegd, hè, als daar ook dan de reputatie doordringt die hij heeft, namelijk hè, dat hij dus verbannen is, dan moet wel een soort van misdaad aan ten grondslag liggen. En als er dus, hè, in Stygio Forum, letterlijk op het Stygische Forum. Het Forum is natuurlijk een marktplein, maar doelt hij dus een verzamelplaats. En Stygisch heeft te maken met de Styx, en dat is de rivier van de onderwereld. Dus het Forum van de Styx, of een verzamelplaats van de Styx. Dus dat is eigenlijk gewoon bedoelt hij met de onderwereld, dat is dus een poëtische omschrijving daarvan. Als dus in de onderwereld, ofwel op de Stygische Forum, crimina nostra, onze misdaden zijn, hij bedoelt bekend zijn uiteraard, dit is uiteraard ook weer poëtisch meervoud. Hier heb je weer dat een hyperbaton. Betekent hier denk ik niet zo heel erg veel. Hoe dan ook. Hij was juist zo blij dat zijn ouders niet met hem meegekregen dat hij is verbannen. Maar als het toch zo is
dat de schimmen na de dood naar de onderwereld gaan en dat de reputatie van Ovidius, namelijk dat die verbanning is, daar aankomt en zijn ouders horen dat toch, dan wil hij het volgende laten weten. Scite precor causam nec vos mi fallere fas est, errorem jussai non scelus esse fugai. Weet dan, dit is een imperatief van skieren, een meervoud natuurlijk, want het is aan twee ouders gericht. Precor, deponens, ikvorm, ik smeek, dus smeek ik jullie. En dan krijg je een ASI. Weet dan dat de oorzaak, laten we maar eventjes dit even overslaan, dat is wel even voor het gemak. De oorzaak, jussai fugai, dat is een genitief, en dat hoort echt daarbij, dat de oorzaak van mijn bevolen vlucht, mijn bevolen ballingschap, hij is dus een ballingschap gestuurd, uiteraard door de keizer zelf, Augustus, dat dat een errorem esse, dat dat een fout, een misstap, vergissing was, niet een misdaad. Weet dan, smeek ik, dat de reden van mijn bevolen ballingschap een vergissing, niet een misdaad was. Nec vos mi fallere fas est. En niet is het aan mij vas, ja, toegestaan, maar dat is eigenlijk te zwak. Het is echt een soort van door het goddelijk recht toegestaan. Het is echt absoluut, absoluut niet toegestaan, vanuit alle religieuze regels die er maar zijn, om vos te falleren, om jullie te bedriegen. Dus hij bezweert hiermee, net zoals wij zouden zweren, ja, ik zweer op het graf van mijn moeder, bij wijze van spreken. Dat is het allerergste wat je misschien kan verzinnen, ik weet niet veel. In ieder geval, het is echt waar wat ik zeg. Ik mag jullie niet bedriegen, want jullie zijn al gestorven, bovendien zijn mijn ouders. Dus dat is echt een totale misdaad als je dat doet. En dus het is echt waar wat ik zeg. Het was een vergissing die ik begaan heb. Geen misdaad. Waar dat over gaat, weten we niet zeker. Hij verwijst in ieder geval hier niet naar een boek dat hij geschreven zou hebben. Dat hebben we al eerder gelezen. Dat hij een boek wat hij geschreven heeft, dat Augustus niet zo in de smaak zou zijn gevallen. Misschien gaat dat over de kunst van het liefhebben, de Ars Amandi of Ars Amatoria. Maar hier noemt hij dat niet. Dus dit gaat waarschijnlijk over iets anders. Ja, weet ik veel. Misschien is hij betrapt samen met de dochter van de keizer of zo. En hij beweert hier dat hij daar echt niets mee heeft uitgehaald. Hij is braaf getrouwd. Hij zou nooit een flikflooi hebben gedaan met haar of met iemand anders of whatever. Goed, zo is het dus blijkbaar wel geïnterpreteerd en daarom is hij vervlucht. Nou, zoiets moet je je misschien voorstellen. Concreter dan dit wordt het eigenlijk niet. We weten het niet zeker. Nou, qua stijl nog eventjes twee dingetjes. Hier uiteraard een alliteratie, vallere vas. En hier zit een asyndeton. Omdat aerorum non scelus is adversatief. Een tegenstelling. Dus dan denk je daar weer geen verbindingswoordje om die tegenstelling wat te markeren. Nou, dit was even een mooi en belangrijk stukje. Eerder in tegenstelling tot die vorige paar filmpjes. Dit vind ik wel een mooi iets voor jullie om even in je hoofd te knopen. Hoe je mooi kan zeggen, hè, dat je echt onschuldig bent. Dus ik hoop dat jullie het ook zo mooi vonden als ik. Goed, tot de volgende keer maar weer.